Hallo YouTubers en retro players, welkom terug op het kanaal van Dennis Vlieman, zelf benoemd retro videogame specialist en moderator van de Nederlandse gaming website RetroPlayer.nl. En nu is het tijd voor Pokémon kaarten van de rommelmarkt deel 2. Deze twee mappen heb ik een tijdje geleden bemachtigd. Een van de mappen bevatte rond de 30 Pokémon kaarten, de andere was helaas leeg. Mochten jullie willen zien hoe ik die twee mappen opgepikt heb, dan verwijs ik jullie graag door naar mijn Floormarktvluggetjes video. En ik heb ondertussen alle Pokémon kaarten uit de map gehaald. Maar voordat we dit pakketje gaan bekijken, geef ik eerst nog een Pokémon kaart weg. En dat is deze kaart, Heracross X. En de winnaar daarvan staat nu in beeld. In mijn vorige video, Pokémon kaarten van de rommelmarkt deel 1, had ik namelijk gezegd dat ik de zeldzaamste en daarmee ook de duurste kaart zou weggeven aan iemand die op mijn kanaal geabonneerd was en mij kon vertellen wat nou het duurste en zeldzaamste kaartje was die ik had. En deze keer doen we weer net zoiets. Ik geef namelijk één van deze twee mappen weg aan iemand die geabonneerd is op mijn kanaal en die mij kan vertellen wat het zeldzaamste kaart is van dit stapeltje Pokémon kaarten wat ik van de rommelmarkt heb. Maar eerst moet er geschud worden. Oké, daar gaan we dan. Aggron. Porygon Z. Raichu. Een soort evaluatie van Pikachu neem ik aan. Umbreon. Dit is Ninetales. Conquer Bad Fur Day. Floatzel. Wat hebben we hier? Altaria. De Duck Frio. En dit is Probopass. En Graveler. Flareon. Groddle. Lick. Leak. Licky Leak? Wiki Leak? I don't know. Clay Fable. And it is Vaprion. Hier hebben we Leafeon. Het zegt me allemaal niks als ik helemaal eerlijk ben. Pillow Swine. Hey, deze glimby leuk. Electric Fire. Electric Fire. Weet ik veel. Vespion. Een soort wespachtige. Klinkt leuk. Oké. Espion. En dit is Camerupt. Hier hebben we Glaceon. Ja, ik ben niet echt super into de Pokémon, moet ik heel eerlijk zeggen. Staraptor. Maar ja, je pikt ze op, hè. Infernape. Infernape. Oké. En dit is Torterra. Magmortar. En hier hebben we Bibarel. Swampert. Ik heb trouwens ook geen idee of dit nieuwe kaarten zijn of wel heel oude. Hoor ik ook graag van jullie. Armardo. En dit is Morawack. Hey, deze ziet er wel leuk uit. Absol, level X. Cool. Dark. Check it out. En hier is
Gliscor. En de laatste is... Even de spanning opbouwen. Oh! Vond het heel erg spannend. De camera flikkert erbij hoor. Oké. De laatste kaart is... Rapidash. Nou zeg het maar jongens. Ik heb er geen verstand van. Ik pik ze op toevallig op de rommelmarkt. Wat is de zeldzaamste kaart van dit stapeltje? Ik hoor het graag voor jullie in de comments. Abonneer je op mijn kanaal. En ik zou zeggen tot de volgende video. En dan doe ik wel weer iets met Pokémon. Maar dan videogame gerelateerd. En dan kom ik ook met een prijsuitreiking. Dus ik zou zeggen, zie jullie dan.